En met dit verslag van een internationaal rozenkransgebed bij gelegenheid van een opening van het Mariajaar zijn we aan het einde gekomen van deze KRO-uitzending op Eerste Pinksterdag. Morgen, Tweede Pinksterdag, zijn we weer terug om 7:30, maar dan via Nederland 2. Ik wens u prettige dagen toe en graag tot ziens. In de hele wereld werken meer dan 4000 Nederlandse missionarissen. Voor hen wordt in de week van Pinksteren actie gevoerd. Er is namelijk geld nodig. Zuster Elisabeth van Os vertelt waar dat geld voor nodig is. In de eerste plaats voor opleiding en scholing van missionarissen en leken. Voor de taal goed te kennen, voor ze er naartoe gaan. Ook voor gerichte zorg voor kinderen, zieken, gehandicapten, ouderen van dagen. En om de missionarissen de kans te geven op verlof te komen. Om je dierbaren zo weer eens te zien. Ik was pas na 16 jaar voor de eerste keer terug. En dan is er geld nodig om te kunnen helpen. Zonder hulp kunnen wij ook niet helpen. U kunt helpen. Stort uw bijdrage op Giro 676 Oegstgeest. Onder vermelding van Week van de Nederlandse Missionaris. Want je kunt niet helpen als je niet geholpen wordt.